Welkom vlak buiten Moskou op de Moskou Raceway. Een nieuw circuit voor het WTCC, dus niemand heeft een rondje, maar jij nu wel. Rij maar even mee. Oké, dan gaan we gelijk maar de uitloopronde doen. Toch wel een circuit wat een beetje aandacht vraagt. Ik denk dat het heel moeilijk is om een volledige ronde te doen. Het heeft alles te maken met dat je heel veel punten verschillende lijnen hebt. Dus je kan altijd wel ergens een foutje maken. Pits gaat uit. Zit nu achter onze jonge Russische rijder. Met de Lada. Oké, nou daar gaat hij dan. Eerst de bocht slaan we even over. Want die doen we dus nu niet. Dan gaan we. Oh, shit. Oeps, ik ging over de witte lijn. Nou ja, zal ik wel boete voor krijgen. We gaan naar beneden. Dus bocht 2, 3, 4. Verschillende lijnen. Helemaal naar beneden. Kunnen we hem zo in de buiten laten gaan. Gaan we op naar boven. Achter Thompson. En hou eens vol gas vanaf dit moment. Ik denk dat iedereen een beetje voorzichtig is en schoppen. Thompson gaat aan de kant. Allemaal vol gas. Op naar het hoogste gedeelte. Voor mij hier normaal gesproken. Linksaf. Want we staan voor. Oei, dit wordt een hele moeilijke met aanremmen. Zo aan het hoogste gedeelte. Links rechts, hier moet je constant swing houden met de auto. Het zal allemaal denk ik tweede versnelling zijn. Dan gaat het niet door. Oké, ik knijp ook ietsjes. Even naar sprint. Alles klaarmaken voor die ene bocht richting het rechte stuk. Die is het belangrijkste. Hoop scrum. Hebben we wel iets ruimte bij het uitkomen. Krijgen we een lange rechte stuk. Wij toch wel goed zo op de punt zien, dus pak je veel uit. Best op de laatste bocht voor het rechte stuk. Oeps, sorry boys, pushed a little bit too hard into the last corner, but at least we tried it. No worries, everything fine. Respect the white line, the beat takes it.